Joey. Dat is niet te missen, want jij hebt het Groot Joey boek gemaakt, hè? Ja, dat klopt. Waarom heb jij het Groot Joey boek gemaakt? Nou, ik ben altijd al weg geweest van de naam Joey. Die naam heb ik al vanaf de middelbare school, daar liep een jongen. Die heette Joey. Ja, die jongen die ben ik inmiddels eigenlijk wel vergeten, maar die naam die bleef me altijd bij. En ik heb altijd gezegd van als ik later ooit kinderen krijg, en het is een jongetje, dan gaat hij Joey heten. Nou, zo gezegd, zo gedaan, het hele jongetje. En we hebben hem Joey genoemd. Maar dat is toch niet meteen een reden om dan een Groot Joey boek te maken? Nee, ik heb vroeger toen ik nog kind was, heb ik wel geboortekaartjes gespaard. En nou, toen hij eenmaal geboren was, heb ik een leuke naam, was ook benieuwd. Ik denk, hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga geboortekaartjes sparen met de naam Joey. En dan, ja, oproepjes geplaatst en de ouders van nu en de kinderen. Maar zo'n 40-tal Joey's had ik bij elkaar. Dat was onze Joey, ongeveer een half jaar oud. Op een gegeven moment werden we 80 en toen dacht ik zoiets van, nou, voor 100 Joey's wil ik wel een feestje gaan organiseren. Allemaal Joey's bij elkaar. Dus allemaal opschriftjes geplaatst en libellen en een Margriet. Toen van, ik zie wel waar het in komt. Nou, niet wetende, het komt overal in. En de libellen kwam er en een Margriet en totaal 6 bladen. Nou, dus ik kwam binnen met 6 tegelijk per dag. Nou, gelukkig heb ik alles tegelijk verwerkt. Op een gegeven moment, ik had zoveel informatie over die naam. Echt, ik denk, ja, wat moet ik hiermee? Iedereen terugschrijven. Ja, dat is een kostbare hobby. Daar heb je niks aan. En nou, ik wist ook zoveel. Ik sprak met de wildvreemde moeders een half uur lang aan de telefoon. Van, ja, ik weet dit over haar, ik weet dat over die naam. Wat betekent het eigenlijk, Joey? Joey, dat komt van van Joe. En Joe is in het Engels weer Jozef. En Jozef betekent weer, ja, wie heeft vermeerderd. Dat is de Jaweh is eigenlijk God, hè? Sorry? Jaweh is eigenlijk God. Ja. Ja. Maar ja, Joey, ben ik inmiddels achtergekomen naar al die moeders, is ook een babykangeroe die zich nog in de Bijbel bevindt. Een babykangeroe? Ja. Oh. Dat is in Australië, noemt men dat niet. En is het ook een springerig kind? Nee. Maar kun je nou ook bepaalde karakter trekken? Want je hebt namelijk zoveel moeders die Joey heet, die zoons hebben met die Joey heet gesproken. Hebben die nou allemaal een beetje dezelfde karaktertjes? Ik heb een mini-enquête gehouden, ook voor mijn boek. En is Joey een knuffelkind? Maar 75% van de Joey's waren dat, ongeacht de positie. Ik wil een knuffelkind te zien. Joey, kom eens naar voren. Ja, het is best eng als je ineens al die mensen ziet zitten, hè? Dat valt het wel mee. Nou, Anita Roosendaal, jij bent hier en jij heet Anita met een A.